Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, regering vastbesloten Wageningen mee te nemen in ontwikkeling en 16 Albinezen getraind in brood en banket bakken. President Chandrika Prasad Santokhi heeft in het afgelopen weekend een werkbezoek gebracht aan het district Nikeri. In het westelijk gelegen district is onder meer het Affordable Housing Project gelanceerd, terwijl ook de loting van percelen aan tuinboeren heeft plaatsgevonden. Het staatshoofd heeft eveneens een stop gemaakt op Wageningen. Hij zegt dat de regering, nu de economie stabiel is, wil teruggeven aan de samenleving, waarbij de gemeenschap van dit resort meegenomen zal worden. Wij brengen u de volgende reportage van het presidentieel bezoek aan Nikeri. Dat doet me goed om vandaag op deze tweede bijeenkomst in Nikeri, kom net van Wageningen. Ook een goede bijeenkomst, ook een grote opkomst. Om aan jullie mee te delen waar we staan aan de vooravond van de jaarwisseling van 23 naar 24. Aan de vooravond van kerst. Welkom, namaskar, ram ram, oradabers. Het is goed dat we jullie terugvoeren naar 3 jaar geleden. Want het bijzondere van deze jaarwisseling, is niet dat wij alleen een jaarwisseling gaan hebben van 23 naar 24. Nee, we gaan een periodewisseling hebben. Een periode van 3 jaar, van afgelopen 3 jaren. Dat gaan we afsluiten. En we gaan binnentreden 2024. En u gaat straks horen hoe. Die 3 jaren, daar hebben wij als regering gezegd dat de crisis te groot is, te ernstig is, veelomvattend is, gecompliceerd is, dat wij als land dat niet alleen kunnen aanpakken. Ook als gevolg van de verbondenheid van onze schuldpositie met de internationale gemeenschap van 4 miljard Amerikaanse dollar schuld, terwijl het land die capaciteit niet heeft dat af te lossen. Terwijl de verdiencapaciteit van het land niet één is om zo'n schuld in 1 regeertermijn af te lossen. Nee, zo'n zware schuld wordt over generaties afgelost. Uw kinderen en kindskinderen. Dus we hebben ook gekeken naar de financiële crisis. Met een heel hoge uitgave en een heel laag inkomen. Uit balans getrokken begroting. Met een neerwaartse economische groei tot -8%. En een internationale reserve van -140 miljoen. Een begrotingstekort van 19%. En een schuldverhouding tot onze bruto binnenlands product van 160%. Een na hoogste in de wereld. Dat is onze startpositie. En dan hebben we beslist, wij gaan het land herstructureren. En daarvoor hebben we een hervormingsplan goedgekeurd met 3 fasen. Het is goed dat u naar luistert en begrijpt, want ik weet dat de afgelopen 3 jaar het niet makkelijk is geweest. En de 3 fasen waren herstel 2 jaren,
stabiliteit 2 jaar. En groei vanaf 4e jaar. En ik hoorde wat Chan Saipsa. Ik heb de leiding en ik neem die verantwoordelijkheid. Maar ik zeg ook, ik neem ook die verantwoordelijkheid om die verbeteringen, die oplossing te brengen die ik straks ga presenteren. Mijn mensen, waar staan we nu? Wij hebben ervoor gezorgd dat er duurzaam die crisis is beheerst. Die financieel-economische crisis. En waaruit blijkt dat? Waar we min 40 miljoen internationale reserve hadden, hebben we nu een internationale reserve in 3 jaar tijd opgebouwd. Van meer dan 1 miljard Amerikaanse dollar hebben we nu op dit moment bij de centrale bank. Waar we een economische groei hadden van min 8%, door IMF nog enkele dagen geleden geprojecteerd, dat we nu een economische groei hebben van 2,3% plus in 3 jaar tijd. Daar waar we een zware schuld hadden, hebben we een schuldherschikking bereikt met alle schuldeisers, dat er nu sprake is van een duurzame schuldherschikking en een tijdlijn daarvoor uitgezet. En met die schuldherschikking van die 4 miljard gaan wij als land, gaan wij als volk en onze kinderen en kindskinderen meer dan 900 miljoen Amerikaanse dollar minder betalen. Weet je wat voor bedrag dat is? We gaan minder betalen door die onderhandelingen. Mijn mensen, we hebben die stabiliteit bereikt. Ons begrotingstekort is van 19% teruggebracht naar 4,3%. Onze schuldpositie is van 165% in relatie tot ons BBP teruggebracht naar 119%. Ik weet dat deze moeilijke economische cijfers zijn, maar het betekent we zijn stabiel. Het betekent dat we onze crisisfase voorbij zijn. Het betekent dat we uit de crisis zijn. En u merkt dat aan die koers die tot en met vandaag nog aan het dalen is. Alles met kleine puntjes is aan het dalen. Tegelijkertijd zien we dat die economische groei komt. En die economische groei kan komen als het volk weer voldoende ademruimte krijgt. Als het volk de gelegenheid krijgt. Als het volk grond krijgt. Als het volk incentives krijgt. Als het volk die ondersteuning krijgt om uit die diepe crisis weer adem te halen en te gaan produceren. En daarom hebben wij beslist als regering, alvast aan de ambtenaren voor de maand december, die hebben ook zware offers gebracht, en vergelijkbare groepen, 5000 SRD extra te geven voor de maand december. En vanaf 1 januari, koopkrachtversterking die 2500 was, gaat naar 3500. En alle particulieren, alle mensen die werken en inkomen hebben, ze gaan geen belasting betalen vanaf 1 januari. Als een bedrag is tot en met 9400, ga je 0 cent belasting betalen. Je kies en cash. Tijd om terug te geven aan het volk. Tijd om te zorgen dat het volk weer in adem ruimte krijgt om te kunnen produceren. En je ziet enorm veel investeerders nu komen. En ik hoorde ja vorige keer toen ik in Nigeria was, ja maar president, wij zijn arbeider van SML. En wij krijgen als pensioen hoeveel? 45 SRD per maand krijgen zij van SML. Vanaf 1 juli dit jaar, dus met TWK. Met TWK gaan ze krijgen 750 SRD van de staat gaan ze krijgen op hun pensioen. We gaan ze ook helpen. En we gaan ze stimuleren. En dan kom ik naar Nigeria. En ik ben net gegaan naar de rijspolders. En een deel van de rijspolders is droog. Wat er aan de climate change, aarde wordt warmer, droogte neemt toe, water wordt minder. Wij als regering moeten zorg dragen
dat er water toevoer is op een natuurlijke wijze. Daarom hebben we Arawara daar afgesloten, zodat zoetwater richting Nikeri rivier kan komen en vanuit Nikeri rivier meer water naar de rijstvelden kunnen gaan, maar tegelijkertijd er meer zoetwater komt om zoutwater weg te dringen die binnenkomt. Tegelijkertijd zorgen voor pompen, Wakai en Wageningen voor meer water. Maar inderdaad zijn er nog gebieden die droog zijn. Maar ik ben ook gegaan naar Henaar, waar er wel meer dan 50% van totaal areaal wel bevloeid is en beplant is. En ik heb de minister gevraagd, minister, laten we als regering kijken waar we nog meer pompen kunnen brengen. Omdat dit probleem structureel gaat blijven. Maar men zegt ook in tijd van crisis zijn er niet alleen dreigingen. In tijd van crisis zijn er ook kansen. En dit is het project wat een grote kans is voor onze agrariërs. Geef hun land. Geef hun grond. Want datgene wat ze gaan verliezen aan rijstproductie, kunnen ze produceren met andere groenten. Kunnen ze produceren met andere fruit. Alleen moet de regering zorg dragen dat die faciliteiten moeten komen. En welke zijn de faciliteiten? Geef hen grond. Geef hen fondsen. En we hebben agrarisch fonds Nova. Tot 1 miljoen kan je lening krijgen met 5,25% rente. We hebben productiekredietfonds. Kan je daar een lening nemen? KMO-fonds heb ik 2 weken geleden aan 10 personen. Grenzen geven tussen $50.000 en $350.000 om als ondernemers begeleid te worden, getraind te worden voor toename van de productie. En vandaag gaan we hier gronden ter beschikking stellen aan de agrariërs. En u heeft het gehoord, het gaat gebeuren in de vorm van een lot. Het is geen Suribet-lot. Het is geen Suribet-lot waar je gaat verliezen. Dit is een lot voor uw toekomst. U gaat uw eigen lot bepalen voor de toekomst. Krijgt u grond. Maakt u er goed gebruik van. Laat Nikeri het agrarisch district blijven. Laat Nikeri naast rijstdistrict ook het district worden van andere agrarische producten. Zestien bewoners van het grensstadje Albina hebben op vrijdag 15 december 2023 hun certificaat brood en banket bakken in ontvangst mogen nemen. De cursisten hebben met succes deelgenomen aan de basis baktraining die door het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme in samenwerking met het Suriname Hospitality and Tourism Training Center werd aangeboden. De training is erop gericht om het toerisme in lokale gemeenschappen te ondersteunen en nieuwe economische kansen te creëren. Het project is van start gegaan in samenwerking met TCT, Directoraat Toerisme en SATTC. En het was de bedoeling dus om in alle districten verschillende trainingen te verzorgen. En ook Albina hebben wij de kans gegeven om daaraan deel te nemen. Je gemerkt hebt dus dat de participanten zelfverzekerder zijn geworden. Ze zijn leergieriger geworden. Na de training werd direct gevraagd wanneer is de volgende. Je merkt ook dat ze bezig zijn geweest met elkaar stimuleren en het willen ontwikkelen. En dat was de bedoeling en we zijn blij dat dat gelukt is. Het belangrijkste is, je moet kunnen wegen. Dus als je alles precies weegt, zoals het staat in je stencil, dan wordt je koek helemaal precies als hoe het moet zijn.
na deze training, de laatste training, hebben wij komende week een meeting samen. En dan gaan we kijken naar welke trainingen al geweest zijn, hoe het gelopen is. En er is nog een schema open. En dan gaan we richting, sowieso alvast richting Wanica, Brokkenpoonde willen we nog heen gaan. Omdat dat de twee plekken zijn die nog aan de beurt moeten komen. Als coördinator heb ik gemerkt, dus als je de districten binnengaat, je hebt contact met de DC stuurt een coördinator. Wat gemerkt is, is dus dat de groep die we in principe mogen accommoderen, steeds groter werd. En de vraag ook. Dus vandaar dat wij besloten hebben om na de meeting even te kijken, even te evalueren om te kijken wat kunnen we nog meer doen om deze participanten ook tegemoet te komen. Ik ben niet echt ready, maar ik ga wel thuis maken voor die kinderen. Dus wanneer ik het echt goed kan doen, daar kan ik mijn business starten. Marowijn heeft zijn beurt gehad. Vorige week zaten wij in Mungo. Dat is super verlopen. Enthousiaste participanten ook. En die hebben ook een certificaat ontvangen. En vandaag Albina. En u heeft het gezien, u mocht het zien. De participanten zijn tevreden, ze zijn blij. Wat ons streelt is dat 5 dagen lang ze onafgebroken bezig zijn geweest met kennis verrijken. En u heeft ook geproefd. Alles dat in principe gemaakt is, is gepresenteerd en kwaliteit spreekt. Dus degene die nog niet heeft gevolgd, dus ik wil zeggen, kom en volg je training. Het is heel leerrijk. Ik heb heel veel geleerd. Want ik heb ook taart bij iemand anders gevolgd. Het is heel leerrijk. Het is belangrijk. Want nu, als je een taart moet kopen, kost het heel veel. Maar als je het zelf kan maken, dan doe je het zelf. Als je kind misschien jarig is, maak je een kleine taart. Ja. Boodschap is heel duidelijk. Graag meenemen. Maak er wat van. Voor degene die geïnteresseerd is zichzelf verder te gaan in de business. Brood en banket. Doe het. Dat zorgt alleen maar voor dat er meer ontwikkeling komt. En zoals ook al aangegeven was, ondersteun elkaar en zorg ervoor dat dit zich verder verrekt. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.